picchi pecorino. Chiedi sempre se a mamma serve ancora carbone. Non ce n'è d'una troppa assai. Sta corta a risparmiare, a debbastare tutto l'inverno. Ma perché? Che sta succedendo? Mo tu sei un padrone in casa. Io parto piano poco. Ma la guerra è finita. Stanno cercando faticature per faticare. Non c'è rimanere il carbone. All'ubergio. All'ubergio. Chile su paese ricco assai allo nord. È un lavoro sudato, ma paga è buona. E alla forgia? Non fate che chiù con lo nonno. Pagita vuol lavorare per i cazzi sua. A così ci manda le sordi a mamma. Quando può intorno allo paese, ma hai fatto ricca assai, accatto una bella forgia e puta la sattia. E per quanto tempo sta l'ubergio? 3 anni. Ero, 3 anni non sono tanti, passano presto 3 anni. Non c'è niente meglio in un pari di mutanti belli e pulizzati. Fusse la vota buona che all'ubergio le marite mosce si imparano pure a lavare. Oi, ma c'è capo la denuncia, ha visto di Salvatore. Solo quando mi è caricata. Salvatore, la fammi ballare. Sono più nulla che ha fatto con un marito, ma io da quando penso in un paese stai lontano. Argentina, Brasile. Ma chi lo ti prepara? Cinquantamila italiani per farci 1 milione di tonnellate di carbone. E manca ve pagano. Non metto a prezzo. Tutore, ma che l'ha avuto sta bella pensata? Un ministro di carbone, uno di belgio. 50.000 italiane. Mm. Ora è le femmine d'obergio. Ah, dottore, tu vuoi bravo, eh? Tu grumenti? Non le vuoi delle altre femmine? Grumento. Ah, mm. E mo me lasse 3 anni sola. Papà, non ti scordi di San Francisco di Paola. Oi, Ru! Oi, bra! Non ti angustia per mogliere te per uguali un cigno. E guardo io. Ida. Abbassa con una guardia troppo assai. Oi, Wanda, felice. E come faccio senza te, eh? Oi, Ru. Stati a cuore a mamma e allo zio. Papà, mi portano un regalo. La fisarmonica, come la tua. Patita ci manda le sorde a mamma pure per la fisarmonica. Ma solo se si brava alla scuola. Ma te ne serve ancora carbone?
musica? Quale sole musica? Grana, non corre in rità. Scusate, professor, stavo aiutando a mamma con... Stattoci! La musica è disciplina. Aspettate che torno a Padroma, che ve ne faccio pentole. E ma, quanto tempo ancora? 2 anni, 11 mesi e 9 giorni. Fatica, al paese più ricco del mondo. Da 3 anni torna e mi accatta una cosa. Wow! Facciamelo gangster. Wow! Minchia, la piscia. Fruivo. La ricchezza della terra nostra. Vino rosso, Vilna, Donna Medeo. Vino Donna Medeo! Ecco qua. No. Che c'è? Emma, che c'è? Siamo all'Upercio. Passaporto, prego, signora. Grazie. Vieni con me. Mi dispiace. Usaccio, ma chi sta al posto tuo, H, con me. Grazie. Jongens, wij verwelkomen vandaag een nieuwe leerling in ons midden. Rocco uit Italië. Meester, hij is voor u. En we gaan verder. De prijs van de rijst blijft stijgen. Hé, hey, Italiano! Ciao, mi chiamo Dino. Ah, io sono Rocco, vengo dalla Calabria. Guarda, Jackie viene qui tutti i venerdì, è un po' fuori. Ma è scemo? No, è belga. Suo padre è ingegnere. Ah, Jackie! Heb je niks voor mij? Nee, nee. Dat andere.
Tino, dat, dat is van mijn mama. Ja, zeg maar tegen je mama dat het uitverkocht was. Ze moet haar soutien maar volgende week kopen. Ja? Ja. Ma dove hai imparato a parlare così bene? Of, geef me die robe dus toch maar. Nee. Tieni, sono divertenti. Con questi impari in fretta. La lingua qui non è semplice, ma se vuoi cavartela te la devi imparare. Loro ci tengono. Zeg jij de laatste bakje erin? Hé? Hey? Kom. Kom, zet maar in. Hé, hey, maak je zet de voeten eens. Kom. Hang je gebed, kom. Vergeet uw boek, dat is niet. La ragazza del welfare. Lascia perdere, non è roba per noi. Ancora un anno e me ne vado a lavorare. Dove? Dove? In miniera. Io me ne torno al mio paese. Oh mio Dio, ma pensaci un attimo. Chi è che lavorava durante la guerra in miniera? I prigionieri russi. Dopo la guerra, i crucchi. E ora chi ci sta nelle baracche? Noi. Tutti i figli dei minatori italiani saranno obbligati di andare a lavorare in miniera. È scritto sul contratto di mio padre. Andiamo. Così mi guadagni i miei soldi. Mi faccio una Vespa, una radio, una bella mogliettina italiana e poi per andare a letto mi trovo una bella fiamminga bionda come quelle del catalogo di Trossuisse. Questa è casa mia. Ciao. Ciao. E chi su chi è? Quanto l'hai pigliato? L'hanno donato. Ora senta a me e sentemi buono. Non mi piglia per lo culo. Entra a casa mia, parola a rubare, non la voglio sentere. Hai capì? Mangiamo. Oh, ma domani ero a scuola. Hai pigliato anche una cosa al negozio? No, no, non manca niente. Non ci volesse una picchia di pecorino? A cavo non tenano. Pa, è lo vero che ha fulminato lo poro io? Pa. Per l'anima dei morti tu un ciaminero non ci trasse mai. Ma capì? Mai. Ma sta scritto sul tuo contratto. Tu fa o fabbro. Io voglio tornare alla casa. Pur io. Pace, te ti fatica che ancora 2 anni. E poi torniamo tutta alla casa. È vero, pa? Ma solo per oia. Come un bagno alla scuola? Deve fare uno piacere a Pageta. Stacca. Di se in culo viene a trovare mamma e dici millo. Ik mag aardbeien halen bij de boer. Rocco? Ik mag macaroni. Wart. Hier, hier. Ja,
Is dat alles? Scusa. In een motto de Lekstok? Sì, Lekstok. Per te. Voor mij? Sì, voor mij. Eerst betalen. Ping, ping. Grazie. Hoe hij zegt, grazie. Zot. Zot. Hoe heet jij? Io sono Rocco. Gij uw naam? In the meantime, let me tell you that I love you. Kiss me goodnight. Ja, bedankt hè, jongen. Tot ziens. Dag. Hé, hey. Gaat je dat kopen? Gaat jij dat kopen? Laat dan liggen. Heeft toch niks? Maar nee, papa. Hé, hey, Italiaantje. Hey, komt je mee tennissen? Oké, Renate, kom. Hey, zigeuner, maak dat je wegkomt. Ik niet zigeuner, io italiano. Jij zit dus niks, zo gij. Lili puttana, vieni qua, che t'ammazzo! Lila, hé! Hé, jij hebt hier niks te zoeken! Je klein Italiaans krapul! Kijk, kom, maak maar dat je wegkomt! Kom, weg van hier! Krapul! Ne vedemo soli, hè, te rompo un culo! Kom, stop, kom! Stati zitten, tu e vaffanculo! Heeft u me pijn gedaan? Nee, gaat wel. Oh, flinke jongen. Heb je gezien? Dat u verwittigd, hè? Allee, vooruit. Oh. Allora, passa qualcuno a trovare mamma. Oi pa, voglio una fisarmonica. La fisarmonica? Sta assai una fisarmonica. Avevi risparmiata, scordata la forcia. Ma dov'è la tua? L'hai venuta. Mi mandai soldi alla casa. Ma avevi promesso che mi accattava. Dopo, quando siamo tornati allo paese. Ma ci stanno cose più importanti da musica. Diccelo tu, Ida. Ti hai voluto imparare pure tu, però, Una volta pace te lo chiamavano a tutte parti a suonare le macemone. Tutto Vicenza. Tutto Vicenza e io non avevamo un lavoro. Suonavamo per bisogno. Non è cosa da tua. Tutto re? E che te ne paura? Che te pensi che diventa come Tutto Vicenza? Non sa ci che te ne paura. Pa. La fisarmonica. O ci dica alla mamma che mi ha detto di guardare se parlava con lui. Dottore, che fai? Ella. E wie zegt dat jij dat mocht graven? Faccio un orto. Per le verdure. Enten voor groenten. Tuin? Ja, maar wacht eens even, manneke. Zo gaat dat hier niet. Hier zijn spelregels, je zei die niet in Italië, ja? Als je een tuin wilt, dan is dat volgens de afspraken. Mag ik uw naam? Naam. Wat heb ik om te chiami? Ja. Granata Serbatore. Ah, jij zegt Granata. Nou, ik heb hier een huis aangevraagd voor 5 jaar. Wat is dan het probleem? Hai fatto domani casa per 5 anni. Ja. Zeg dan uw vader dat hij in zijn nieuw huis zoveel mag toneren als hij wil, maar niet hier. Tu trouwens een eeuwigheid voordat hier iets uit de grond komt. Ma vi promettuto che tornavamo alla casa da 2 anni. Bucciardo. Dottore, fa anche una cosa. È per isso che siamo qua. È per colpa sua che siamo alla pioggia allo fritto e non ne potevi più alla casa. Tra le ture. Rocco. Eppure tu. Tu sapia.
Voglio tornare alla casa mia. Perché? I cani pigliano per lo culo. A chi ne ti piglia per lo culo? Tutto quanti. Ma chi si credono casoni, gente? Pensano che sono l'icchio meglio del mondo. Si ridano da sa che ridano, non ti preoccupare. Ti do ancora un scaffo. Non torniamo più alla casa, è lo vero. Quando io ho conosciuto a mamma, tu non avevi niente. Non era nessuno. Ma ce l'avevo promesso che diventava importante. Un giorno ne torniamo tutti insieme alla casa nostra. Banda, tu, mamma, io. Arricchisciute e onorate, capì? Fatico picchisso. Ci penso giorno e notte. Chissà lo sogno mio. Eppure tu dai trovare non sogna così. La cosa fina che ti dà una speranza. Oi pa, pozza vino fisarmonica. Babbo, ma solo per passare il tempo. A scuola, se cosa è caso, più importante. Tu prometto. E come faccio? Ce l'hai promessa. Ha messo piacere, Luchino. Tu adesso, dammi 2000 franchi e te la puoi pigliare. 2000? Te l'avevo venuta per 1200. Ma che bella vita è dura. Ma non è per me, è per figlio, ma... Vabbè, facciamo 1800, ma subito però. No, per mo' lascia lì stare i bassi, ti confondi. Comincia con la mano destra, con la melodia. No, no, no. Kakumi. Buonasera, signorina, buonasera. Vai. Parti un'altra volta, va. La vera pesce, la vera pesce. Chi Rocco non è chiuso alla scuola? Sono chiuso alla scuola Codillo. E dicono che in questo momento non c'è posto per le forestiere. Li vogliono portare tutta la miniera. Ik was op mijn fiets op weg naar de muziekschool en ik was mijn solfège aan het leren en in één keer, gevallen. Je moet je ogen open doen, hè? Ja. Bloeit je? Laat zien. Ken ik je van ergens? Ja. Ik heb ooit zo'n lekstok voor u gekocht. In de winkel en dan met die radio, die nummer van Buonasera, signorina, buonasera. Dat nummer was op de radio. Wat? Je lijkt daarop. Je lijkt er echt op, hè? Gaat je meedoen? Ja. Als jij meedoet, kom ik misschien kijken.
Frisina. Wurde da? Ja, so war hässlich, eh? Muss sowieso in die Mühle. Wann ein Niemand? Aus genau die Watztritt will. Kann der hier tun, Bruno? Kann der hier dich? Das ist ein Impresario, wie? Wie hey, was das ist ein Impresario, wie? Hä? Hey? Ja? Ja. Das ist jemand, der hier das Land rumtrekt, um Talent zu finden. Und als er ein Talent gefunden heeft, dann macht er daar eine Vedette von. Maar meneer, ich bin nog maar aan boek 2. Boek 2, boek 2. Je zit al aan de B van Bach, hè? En binnenkort zit hij aan de D van Dean Martin. Meneer Bruno die is op zoek naar mensen die hun instrument kunnen laten zingen. En hij kunt dat. En zijn nog een schone Zuiderse zanger bovendien. Speel maar een keer Leske, kom. Ja, moet ik echt een even accordeon kopen? Een Stradella, dat moet ik kopen. Dat is kwaliteit. Mr. Adela, jij verdient dat. Ja, meneer, wij kunnen dat niet betalen. Zitten en spelen. Wanda! Wanda! Uitvieze! Ordeke! Hoi, ma! Rocco! Rocco! Rocco, asienta musica! Ma quanto l'ha pagato? Pochino mi ha fatto un prezzo buono. Vanda, parliamo! Chi c'è? La mia mi serve una fisarmonica nuova. Perché un babbona che la che tieni? No, te ne sono 80 bassi, me ne servono 120. E quanto costa? Più o meno 10.000 franchi. 10.000? Sì. E come facciamo a mangiare, a pagare l'affitto? Eppure a risparmiare. Ma ti ha cattato la radio, ho spennuto i soldi. Hai cattato pure pettia. Grazie. Ma io voglio essere una Stradella invece. Ma una Stradella? Voi da capì? Mo c'hai turno alla radio. Un signorino vuole una Stradella. No, pazientemi. C'è un concorso di musica, è importante assai. E così puzza diventare musicista vero, come che li fa musi. Chi sta la volta buona? Fidati. Un musicista. Oida, mi fa fame. Io parlo fiammingo e tu no. Io ti aiuto sempre con la lingua e poi... Ti domanda una cosa io o niente? Che vuol dire che io c'hai uno debito con te? Tu pensi solo per te. Io penso solo per me. Vieni acca. Vieni acca che ti faccio vedere a chi ne penso. Vieni acca. Toto. Oh, Cammy. Travagliare. Oh figlio, ma verrà a fatica a vedere. Che casi? Mi piace. E che su qua è? Rocco, figlio, ma. La prima volta.
abitatori dipendono chissà che. Se la fiamma arriva all'umanicuotto del gas, vuol dire che c'è sta gas in tra galleria. Un po' più a fuoco tutto quanto. Invece arriva in cima, fuie subito. Ma che succede? Scoppa tutta la baracca. State accorto. Ne sono già tanti che sono nisciuti in ciano sacco. Terra, Lucaudo, mezza polvere. E secondo te io mi spacco culo e tu vai girando a fare fissa. Cristo, vuol studiare la musica. Vedi, tu mai in camminera. Manco morto. Me li avevi giurato. Come avevi promettuto che la musica per te era solo un passatempo. Ma scappa. Va. Shaki. Rocco. Ir. Laat me eens kijken. Klaar. Die bogiekabel was los, maar normaal gezien moet hij nu rijden. Je moet tegen de papa zeggen dat hij een grote machine moet kopen, een Vespa. Bedankt, Rocco. Oh, wow, 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 wow. Ga me niet betalen? Ja, tuurlijk. Maar dat is 100 ballen. Van mij en van een bompa voor mijn verjaardag, ja. Laat maar zitten. Voor uw ballen. Voor uw ballen. Thank you.
Quanto tieni? Quasi 1000. Ovi? Apra finestra. Non riesci a respirare. Ammurfala. Oiro, forse ti posso aiutare. Meno male che ci sono le mascole. A queste risparmiamo anche una cosa. Luoco, porta la regista con le camicie di eliminatore. Ciao Vida! Grazie, grazie. Non mica che lo sa chi io, no? Mangiamo. Oh, Luchino. E che lo saluto? Non conosce a Luchino quello che sta in baracca. Allegria, ciao, ciao. Da Giosi. Com'è che conosce a tutti? Ne dire, com'è che canuscia a tutte? Guardati, è Rocco! Grazie, grazie, lascia stare. Ah, aiutati, c'è tempo fra. Aiù pigliato qui un da poche ore che lo chipilli tu non ci hanno messo alla mine. E tu qui? Daar zo met dat deksje blijven staan. Ah ja, nee. Plus geen vanille. Ja. Sorry. Gelat die op de grond. Kom. Zeg, Dean Martin. Kent je nummer genau? Van Buona Sera, Signorina Buona Sera. It is time to say goodnight and happily. Tot die stop, tijd stop, stop, stop. Wat zeg je nu? It is time to say goodnight to Napoli. Het is niet to Napoli, het is to Napoli. To Napoli. Sluit de ogen dicht. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Door iets hard voor ons te whisper, buonasera. Nee, het is echt heel mooi. Zeg verder, zeg verder. It is time to say goodnight to Napoli.
Doris Artfors, du bist per buonasera. Wer befällt dich denn lächeln? Ja, sorry, maar kunt je de haar niet uitspreken? Je zegt art, maar het is hard. Dat iets aard voor als te... Ah ja, ik zie de haar niet. Dat is waar. Hoe laat is het eigenlijk? 5:30. Half vijf. Oh, daar zit jij. Wat doet je nou? Gewoon een beetje babbelen, papa. Hé, hey, kom, juffrouw. We gaan naar huis. Wanneer zie ik u terug? Morgen, 5:30, hier. Hier. Wie kent je die jongen? Dat is gewoon een vriend. Een vriend? Ah. Hé, hey, kom, ga maar. Ja? Ga maar. Wij moeten eens praten. Valt je mijn dochter lastig? Ik heb alleen met mijn eigen centjes een ijsje voor uw dochter gekocht. Dat is de laatste keer, hè, vriend. Weet uw ma of uw pa wat jij hier allemaal uitsteekt achter hoek en kant? Ja, die weten dat ik niks verkeerd doe. Oh, maar misschien dat dat bij u, kinder, niet verkeerd is. Maar hier zit jij de gast. En als jij u hier niet kunt gedragen, dan hoeft jij hier niet te blijven. Nou? En wie gaat er dan nu tomaten kopen, meneer? Uw pa, kereltje, mag hier geld verdienen. Dan krijg je een schoon huis. Dan krijg je kindergeld, dan krijg je pensioen, dan krijg je alles. En als jij, vriend, daarmee niet content kunt zijn, heb dan tenminste het fatsoen om met die poten van mijn dochter te blijven, ja? Maar verstaat je mij? No fofalare. Ik kan ervoor zorgen dat uw pa morgen ontslagen wordt. Zo. Zo, hè? Zet heel uw familie te worden aan het trainen. Kunt u daar het vrouwvolk gaan lastigvallen? Verstaat je mij? Ja, ik versta u. Sì, grandissimo cornuto. Rocco, che fa? Non portate buono. Scusa. Scusa, signore. Ja. Scusa. Che è successo? Dici che siamo sfruttatori. Che te può fare l'agenzia e ne manda la casa a tutti. Venecca! Papà! Venecca, grandissimo cornuto! T'ammazza, tia, t'ammazzo! Ma che fa? Cornuto stronzo! Cornuto. La femmina è la cosa più bella del mondo. È come una rosa delicata. Ti piglia cura. Ma ti trova chi la buona pettia. Ti cerca guai, ti porta alla casa con queste fiamminghe bionde, perché non ti capisciano. Durano solo problemi. Ma che vuol dire se è bionda o non è bionda? Dile a mamma che è venuta a casa solo per dormire. Si capisce. La moglie sempre va con il marito. Allora, noi siamo fatti a modo nostro. Abbiamo tradizioni nostre, abbiamo parlato nostra. Acca, è gente su differente, tu come a noi. E tu come sai? Perché so pagita. Oh, Rutto, dico chiaro, come fa sta cosa? Come può donare su dispiacere?
Ja, uit de veiligheid, ik wist niet of dat die Martin en zijn vriend Frank Sinatra of dat die kunnen zwemmen. Hè. Ik had die voor u meegebracht. Ah, dank je wel. Ik zat daar wel een uur te wachten, hè. Eigenlijk om u te zeggen, Rocco, dat ik u niet meer mag zien. Ja, ik mag je ook niet meer zien. Mijn papa zegt dat jongens gelijk jij niet te vertrouwen zijn. Oei. Mijn mama was echt zot van die muziek. Mijn papa niet. Die vindt dat gechengel. Goed je daarom die platten zo paffen in het water? Nee. Ik mis mijn mama. Je wilde toch zelf niet springen? Om die platen te pakken, want anders gooi ik die terug paf in het water. Je zit zo mooi. Geen pip. Je moet naar huis. Ja, ik weet het. Maar ik wil niet. Allee, jij eerst. Want ze mogen ons niet samen zien, hè. Dag, Italiaantje. Dag. Quando è il suo concorso? Ancora 2 settimane e mezza. Quant'è che ti manca? 2000 franchi. Grazie. Ma va. Ehi, qu'est-ce che ti fai là con me? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens de Limbourg à Bruxelles. Et maintenant le magasin est fermé. Quella fisarmonica è troppo bella. Ma tu sei italiano, sì. Signor Fiocchi. Sì. Piacere. Piacere. Sai suonare? Sì. Speriamo che suoni. Che suoni bene. Se no perdo il tempo oggi. Suona, suona. Ma chi sei una tarandella? Ah, sì. Chi sei calabrese tu? Sei di lì parte di Cosenza. E Cosenza sei tu. Ma io sono nato a Cosenza. Ti piace la fisarmonica? Ah, sì. Mi piace tanto, è bellissima. È bella. Quanto costa? Quanto tieni tu? 10.000 franchi. Quanto? 10.000 franchi. E che ci fa con 10.000 franchi? Una fisarmonica è così bella. La più bella del mondo, tutta china e perle. E costa 24.900 franchi. Ma pace da che fa, pace? Luminature. Ho dovuto sparagnare tanto per questo. La mamma mia ci lava le robe a luminature vicini. Lava le robe, mamma. Ma quello che mi dici tu, segni sicuro che hanno giorno sta fisarmonica viene pagata. Pigliatilla. Sì. Grazie. Io sono una ragazza di Limburgo.
bitte, nie was bleibt. Das ist ein Mordtuchus, Madame Clicquot. Renate va suivre les traces de son père. Il veut devenir ingénieur. Ah, la voilà. Bonjour. Zeg eens goeiedag, Madame Clicquot. Dag, Madame Clicquot. Bonjour. En Renate kent je toch ook? Ja, tuurlijk, papa. Je hebt toch zelf gezegd dat je het fijn vindt als ik met hem ga tennissen? Omdat het zo'n rijke jongen is. Bonjour, Renate. Oui, ils ont déjà joué ensemble au tennis. N'est-ce pas, Renate? Oui. Ah, oui. Oui, 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 oui. Au revoir, Madame Clicquot. Au revoir. Hey! Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Ma è bravo per davvero. Though it's hard for us to whisper buonasera. Chi l'hai nascita della? When an old moon above the Mediterranean. Ma una che la fisarmonica. Fate zitto, sentendo. In the morning signorina we'll go walking. When the mountains help the sun come into sight. And by the little jewel shop we'll stop and linger. And while I'll buy a wedding ring for your finger. In the meantime let me tell you that I love you. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. No, it's hard for us to whisper buonasera. We're a dog pulled above the Mediterranean Sea. Goedenavond. Buonasera. Mijn naam is Tony Bruno. En vanavond mag ik de grote prijs die mijn naam draagt toekennen aan een jong talent dat werkelijk alles in zich heeft om de nieuwe Dean Martin te worden. Een jong talent waar we nog veel van zullen horen. Hij zal deze cheque van 1000 franken goed kunnen gebruiken. Zijn vader is een simpele mijnwerker. Zijn mama heeft al het huishoudgeld gebruikt voor een nieuw instrument. Ze heeft zelfs de was en de plas gedaan voor de mijnwerkers van de cité. Sua mama ha lavato mutande e camici de tutti gli italiani qui per pagare. Strumento, hè? De grote winnaar van vanavond. Rocco Granata. Si fa un bucato per le gente, capito? Sta cosa la casa mia non si frasca. Ma che su pazzo? Un sacco da gustare! Vene qua! Vene qua! Ma sei stato tu chi mi ha detto che avevi una passione, oi pa! Un sogno in vita mia! Oh no!
prima la nozione vera. No, chissà cosa fa. Tu ha finisciuto con la mosa. Lasciala! Lasciala! Ha finisciuto con la mosa! Salvatore, va! Ma che succede? Entra! Hai mai pensato che cosa mi succede in quella disgrazia? Io ci penso tutte le notte. E se mi succede alcuna cosa, chi non ci pensa alla famiglia? Per imparare un mestiere, Rocco. Stai trovando un lavoro vero. La vita tutta aveva una passione. Ma certe volte è la vita che decida quello che puoi fare. Zunda. Il più danza di Pespa che è. Ropedos. Licht on the sun. Licht in the sun. Licht in the sun. Sì. Perché io parlavo fiammingo? Ma che mi serve a mia? Er bereikt ons zo pas het bericht van een zwaar ongeluk in een steenkoolmijn. Het is nog niet duidelijk of er doden zijn en zo ja, hoeveel. Een vergissing met het laden van de liftkooi zou aan de basis kunnen liggen van een hevige ondergrondse brand. Het zou gaan om de koolmijn van Le Bois du Casier te Marcinelle in Wallonië. Uit solidariteit hebben mijnwerkers van alle Limburgse steenkoolmijnen het werk neergelegd. Papa! De Italiaanse regering heeft beslist om de immigratie meteen te stoppen tot er duidelijkheid komt over de veiligheidsmaatregelen en de werkomstandigheden in de Belgische steenkoolmijnen. Deze 8 augustus 1956 is de zwartste dag uit de Belgische mijngeschiedenis. Er zijn 262 doden geteld. Waaronder 136 Italianen en 95 Belgen. Drummer, Jos gitarist, Klaus saxofonist, Klaus, Gabo mijn zoon, hij is bassist, Rocco, ga je sluiten alles goed af, ja? Andiamo. Rocco Ciro, Rocco Ciro, Rocco Cia Cia,
fa cantar, fa ballar e baciar. Rocco ci, rocco ci, rocco cia cia. Ci sopina balla sempre cia cia cia. Rocco ci, rocco ci, rocco cia cia. Fa cantar, fa ballar e baciar con Calypso, samba e cia cia cia. Ma preferisce il rocco cia cia cia. Thank you, thank you. Cornuto! Poetino, come stai? Ehi, italiano. Ciao. Speel eens een frisjes dans voor mij. Een momentje. Mag ik de beroepskaart eens zien? Hé, 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 kijk dan, met die trekzak. Los van deur. Los van deur. Ciao. Vai, 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 vai. Ma diventa come a suo Vicenzo. Suona in te locali? Mm? Mamma, io. Non mi dire Pucci, è Rocco. E dove sta venendo? Certe volte suono. E dove? Da locali? Che fa là tutta notte? Non è che ci dici? Oiro, padre ti fa una vita amara, sa? Tutto giorno in ta minera. Con tutta quella burbara. Maledetta burbara. E almeno tu non c'hai soddisfazione di avere due bravi figli. Fallo per illo. Ma io una puzzola sa la musica. E allora sono a pennua. Alla casa, alla festa. Ma non te locale, una ci stanno i film, no film. Ma un puzzo, ma... Ma così ci fa tanto dispiacere a Pagetta. Ma... Noi a casa siamo forestieri. Non sa com'è. Quando va al negozio, quando va a fare la spesa, i gente pare che non te vedano, come se tu non esisti. Quando su per il parco e su, allora sì che mi vedono. Mi sento che sei importante. Non potemo essere forestieri per sempre. Non potemo. Ja. Kan ik u helpen? Kas.
pecorini? No. Pecorino. No. No, pecorino, no. Danke. Peperonis? Peperonis? Of zongedroogde tomatoes? Of witloof. Witloof? Un kilo di witloof, per favore. Un kilo. Rocco, ha messo l'olio. Il cliente sta qua. Sì, già fatto. Ik wou het u komen zeggen gisteren, maar je waart ineens weg, hè? Ja, ik heb mijn beroepskaart niet bij en ik ben moeten gaan lopen voor die paliassen van Vliegen. Stoute jongen? Ja. Ja, Renaat. Is dat uw liefste? We gaan samen studeren in Leuven. Ik Germaanse talen en hij gaat voor ingenieur. Ik zit daar in de familie, hè? Ik mag altijd met hem meerijden. Allee, daar heb jij geluk. En jij? Heb jij je lief? Ja, mevrouw. Gracias. Bella carrozzeria. Ho messo l'olio. Ben 13. Ja, ik was verstrooid en ik ben vergeten die olie erbij te doen. Het spijt me, meneer. Excuseert, signore. Het spijt u. Ja, dat kan gebeuren, hè. En als dit op de autostrade was gebeurd? Had je dat dan ook gezegd? Het spijt mij. Het is gebrek aan ervaring. Die jongen werkt een paar jaar op leercontract, dat denkt dat hij alles al weet. Ik vraag het aan hem. In die auto zat toevallig mijn meest kostbare bezit. Nee, 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 nee. Het spijt mij. Dat is gemakkelijk. Ik kan iedereen zeggen. Maar of het volstaat, ik denk het niet. Weet je wat jij moet doen? Doe je broek open. Pak je bellen eruit, leg je bellen op de grond, ik zet mij op mijn knieën en ik leg zo aan je bellen. Is het gewoon mijn fafankoelen? Pardon? Dat heeft hij niet gezegd, hij heeft dat niet gezegd. Dit gaat over vertrouwen, Kumberger. Als ik mijn auto bij u breng, dan verwacht ik dat ik die perfect in orde terugkrijg. Mijn papa verwacht dat. En ook al onze vrienden van het dorp en van de mijn. Als u de verantwoordelijkheid over uw personeel niet opneemt, kunnen wij u niet meer vertrouwen. Ik kom vanavond mijn auto halen. In perfecte staat. Ik hoop dat u tegen dan uw verantwoordelijkheid genomen hebt. Kom, schat. Jezus, dat nog maar! Godverdomme! Mijn vrouw vond dat het tijd was om u een vast contract aan te bieden. Maar nu weet ik het niet meer, Rocco. Ik weet het niet. Als jij aan het kruipen voor die slijmballen, doe maar ik het niet. Ciao. With loof, met causas. Kaas, saus. Kaas, saus. En esp. Esp. Hesp. Esp. Esp. Esp.
patate pure. Pure patate. Donna Paola Ruffo di Calabria, officiel la principessa calabrese. E chi ne ci poteva pensare? E mo siamo veramente belgi. Mi piace. È buona, mangia. Sono in te barre, a te paga una multa. Forse Rocco. Ma che dici? La polizia che bussa alla porta. Tutto vicinato chi guarda. Tu sapevi che suonava in quel locale? No, ma non lo sapevo. Quanti soldi pigli questi concerti? Con un pilone affitto un microfono, un amplificatore, penso... Non pigli niente. Ma perché avevamo sempre imparato i soldi? I soldi non sono tutto. Tu dici perché non ti hanno mai mancato? Guarda qua, guarda qua. Tutte queste cose qua. Perché ci sono? Grazie alla fatica mia. Un saggio che t'ammazzi fatica in ta minera. E pure i calzini, vi? Che piglio al mercato di Bruxelles e poi vengo callo quartiere e ci faccio un 10% sopra. Perché non faccio tutto questo, ah? Perché non faccio tutto questo? Dottore, state quieto. Assettate. Io vieno avanti tutte le settimane e tu mi do una paga tua. La paga mia? No, manco morto. Che hai detto? Rocco, sai che sopra. Va, sai che sopra. Ricordati che sta parlando con pace. Sì, ma chi se la vita mia? Una volontà così, solo perché non ha potuto fare quello che voleva. Hai lasciato l'officina. Vieni a... No! Vieni a... Vieni a... Vieni a... Quanto costa una camera sopra? Grazie, i cognomi sono due zucchi, intanto vreemdelingen. Ik laat u aanvragen tot het bekomen van een beroepskaart. Niet ontvankelijk. Maar ik heb veel gestudeerd. Ik heb een muziekdiploma, ik ben een goede muzikant. Ja, daar twijfel ik niet aan. Meneer, ik heb 80 frank fiscale zegels betaald om hier te komen. Ik mag toch weten waarom ik die onnozele kaart niet krijg? Je mocht muziek spelen zoveel als je wilt. Je mocht er alleen maar geen geld mee verdienen, versta je? Dit land heeft arbeidskrachten nodig. Deze land is toch voor iedereen? De zonen van mijnwerkers zijn verondersteld mijnwerker te worden. Als je een beroepskaart wilt... Dan zal uw vader die moeten aanvragen. En dan onderzoeken we het dossier opnieuw. Mijn werker is ook een mooi beroep. En volgens mij wordt hij een heel goeie. Ho saputo che si può accattare tutto qua. Che buono. Un documento di musicista professionale. 500 franchi. Ma sei un ladro. Mamma. Una cosa. Tua madre ha un bel bocchetto come una tua. Sì, però un prezzo di pantaloni è cresciuto di 5 franchi. Ma per Dio, Luchino. Mi dice.
We nemen even een kleine pauze voor de natuurlijke behoeften. Dus patroon, patroon, zet die pintjes maar klaar, want die paleassen zijn daar. Kom, schat. Gezellig. Renaat. We zijn hier juist. We kunnen toch nog even blijven? Renaat. Marina, 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 ti voglio più presto van de eerste keer dat ik u zag. Ik heb nog gezegd, die mijnwerkersjongen met zijn trekzak, daar gaan we nog van horen. Wat ik vandaag van u gehoord heb, hè, dat is... Ja, dat is zo speciaal, hè. Dat is een hit. En wat? Dat is hot. Dat is een hit. Nee. Wij gaan een 45 toeren maken. En met welk liedje? Maar allez, Rocco, dat jij dat vraagt... Waar is uw buikgevoel? Manuela. Kijk, er is morgen iets vrijgekomen. Tussen 9 en 11. Wat denkt u?
Dat is het adres van de studio. Morgen om 9:00. Ik zal er zijn, hè. Wij ook, hè. Wij ook. Wat drinken wij? Villa Don Amadeo di Calabria. Dat hier, dat is de beste wijn van heel Italië. Allee, salute. 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 Rocco, er is iemand voor u. Renate en ik hadden ruzie. Dus. Maar ik moet even iemand naar huis brengen. Wil jij me een akkoord doen meepakken? Ja, is goed. Proficiat. Het was heel mooi. Ah, dankjewel. Je bent mijn grootste fan, Jackie. Echt waar. Mi sono innamorato di Marina. Mi sono innamorata di Marina. Una ragazza mora ma carina. Una ragazza mora ma... Mora ma carina? Wat wil dat zeggen eigenlijk? Dat dat een meisje is die zo lief is als u. Stop, 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 even stop. Ik heet niet Marina. Io sono una ragazza di Limburgo. Brava. En hoe weet jij dan wel? Eerst nog eens zingen. Marina, 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 ti voglio più presto sposar. Ti voglio? Ik wil met u. Oei. Jij wilt iets met mij. Ah ja. Al più presto. Presto. Snel. Zo vlug mogelijk. Sposar. Sposar. Hoe is uw naam, juffrouw? Somers. Helena. Helena. Jij wilt misschien sposaren, maar ik wil ook iets. Kom. Thank you.
Zo spot verdikken! Je weet toch dat ik u in de oog moet houden van de mama? Allee, kom aan, het is morgen een belangrijke dag. Ja, maar ik kom, geef mij 2 minuten, Jos, ik kom eraan. Samen. Als ik een fiets mag lenen, dan ga ik wel thuis. Oké. Ciao, bella. Andiamo, guarda che scusa, ci muti l'elefante in testa marina non scrive. Uno bene, e l'altro va. Il primo mascolo torna da fatica, e lo secondo esce. Oh, il ruocco non ci danno disco. Ja, mamma, che sveglia tu cale sveglia. E legti haren a manto qui, come on. Ja, we zijn er, hè. Een half uur te laat. Ja, ik weet het, ja. Maar ja, we zijn Italianen, hè, meneer. Allee, ik ben Italiaan. En de rest zijn mijn vreemdelingen. Ik heb nog 1,5 uur tijd. Kom. Ik ben bijna klaar. Rocco, we nemen nu op. Ja, tekst of geen tekst. Jongens toch, het is toch maar een B-kant, hè, zeg. Mannetjes, volle pataten. Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina. Ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Dottore! Zitten. Zijn zwaar feiten, Renata? Waar waart je vannacht? Waar waart je vannacht? In Taminera, ja, in Taminera. Ik werk in de mijn. Ja, tuurlijk. Zijn ze allemaal, hè, die Italianen, dat ze werken. En jij, madame, ook aan het werken in de mijn, zeker? Che dice? Dice, tu stava la notte passata. Ma tu stava io qua? Alla casa, tu stava. En je weet ook niet waar uw zoon is, waarschijnlijk. Rocco? Of heb je geen zoon, misschien? Che vuole Rocco? Che c'entra Rocco? Bon. Meenemen. Wat doe je? Papa! Papa! Maak er eens wat plaats, mensen. Allee. Hoppa. Ga daar. Kom. Allee. Laat die mensen door. Bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 oh no, 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 oh no,
Meneer, wat is er gebeurd? Rocco Granata? Si. Sí. Meekomen. Mag ik weten wat ik heb gedaan? Oh, hij vindt dat hij niks gedaan heeft. Wat is er gebeurd met Helene? En jij durft dat nog te vragen. Hier, zet daar maar je poot onder en dan vlieg je de bak. Uw poot, of kent je dat niet? Is Helene verkracht? Maar ik heb Helena niet verkracht, ik zou dat toch nooit doen? Nee, ze heeft er zelf om gevraagd. Ik wil Helena zien. Ja, je gaat daar nog genoeg zien op het proces. Eerst tekenen. Tekenen. Oh, je hebt chance dat mijn dochter niet is, je zou hier niet zitten. Maar vraag aan Jos. Jos is een muzikant, die is me komen halen. Ik heb Helena alleen maar gekust. Gekust? Dus dat geeft je al toe. En? En dan? We hebben gezwommen. Gezwommen? Ja, en dan ben ik naar huis gegaan. Ik wil Jos bellen. Ah. Dan heb jij heel dringend een telefoonboek nodig. Maar wacht, wacht. Kijk, wij beschuldigen u niet zomaar, hè? Haar vader, kruidenier Somers, zegt dat je zijn dochter al lastig valt van de eerste dag dat je hier bent. Vraag ik dan Helena zelf? Zij zal u zeggen dat dat niet waar is. Als ze bang is. Nee, omdat zij mij graag ziet. En niet haar. Dat is er even dat meisje. Dat is voor mijn dochter. Zeker dat hij het was. Ja. En je komt er nu pas mee af. Ja, wij moeten nu geloven. De klacht is ingetrokken. Ja, naar mij wilden ze niet luisteren, maar Jackie heeft getuigd en hij heeft Renaat Clicquot aangeduid als dader. Rocco, ik heb alles gezien. Renaat heeft Helena verkracht toen wij weg waren. Iedereen geloofde naar vader. Dat is normaal, hè, Rocco. We zijn een Italiaan. Jij weet wie dat gedaan heeft. En je laat die jongen lopen. Renaat Clicquot is haar verloofde. Kom, Rocco. Wil je weg? Wacht. Monsieur Somers, je hebt het mevrouw Clicquot, ik ben daar nu niet mee getikt. Nee, ik wil er niet over praten. Helena! Nee, kom. Helena! Nee, kom, rustig. Rustig, kalm.
Zij moet rusten nu. Kom, jongen, kom tot uzelf. Rusten. Kom, kom. Kom, ik ga naar binnen. Ida, tu vaglia. Ida. Lasciami spiegare. Tu per me non sei più niente. Salvato. En Rocco, niet content? Rocco is met twee zes niet mee. Maar dat is de Vlaamse schrijfwijze. Er is een echt probleem. Hoe vinden ze mijn liedje niet goed? De muziekbusiness gaat in golven. De ene keer is het rock and roll, de andere... Hoe willen ze het niet uitbrengen? Laat ons zeggen dat het niet het moment is voor een jongen met een accordeon. Ja, maar gaan ze het uitbrengen, ja of nee? Nee. Er moet direct een mirakel gaan gebeuren. Hè. Mirakels bestaan hier, Rocco. Die 300 exemplaren krijg je nooit aan de straatstenen verkocht. Ik wel. Plaatjes willen verkopen. En als je ze niet verkocht krijgt, dan koop ik ze terug. Ik zal mijn best doen. Dat is vooral een geduld met mij. Godverdomme. Godverdomme, Rocco. Ze weer gaan studeren. Anders kom ik op het einde van de week eens terug. Doe me geen moeite. Ze gaan niet meer naar Leuven. Nou, wat er gebeurd is. Is er nog iets? Waar studeert ze dan? Ze is naar het buitenland. Naar haar tante in Amerika. Ja, om te vergeten. Hè? Cadeautje geven. Oh, ze heeft al veel van dat gechengels, hè? Ik zal het wel geven. Secondo turno da giornata.
rumor. Ah, che rumore? Chi su che ausente? Non sento niente io. Come non sente? Mi sta scoppando la testa. E ci la sudallo. Guarda. C'è il nome suo con le lettere russe. Uvi? L'hanno scritto male. Quando torni alla casa tu faccio sentire. Dai. No. Jazz. Felice. Vieni qua. Dottore, c'è un'equilità minera alla casa. Namens de directie mag ik u mededelen dat uw ongeval in de mijn nu officieel erkend wordt als een arbeidsongeval. Dus onze verzekering neemt alle hospitaalkosten op zich. Un incidente. Banda. Un incidente di lavoro. Dicono che pagano tutto quelli. In de ben van papa? De dokters menen dat dat wel goed komt. Maar zijn gehoorprobleem. Zal dat blijven? Ja, dat zou kunnen. En vermits uw vader niet kan werken met die fluittoon in zijn oor, kunnen wij niet anders dan hem arbeidsongeschikt verklaren. Papa, un po' faticare più. L'hanno licenziato. Ma si è faticato per più di 10 anni dentro alla miniera, senza mai nuvione malattia. Manco una volta. Pure un sabato della domenica. Dicillo. Dicillo pure tu, Wanda. Rocco! E de man die blijft toch betalen, of niet? Ja. 6 maanden vanaf de dag van het ongeval. Maar dan is gedaan. Waar is dit accident gebeurd? Dat is toch in de mijn gebeurd, of niet? Ja, maar betalen we ook voor dat been, maar ja, die fluittoon in zijn oor, dat is een probleem voor de veiligheid van uw vader en voor de veiligheid van anderen. En bovendien, voor die fluittoon zijn wij niet aansprakelijk. Ja, maar wie dan wel? Papa zelf toch niet? Kijk, het gebeurt wel eens dat mensen gehoorproblemen krijgen als gevolg van een verkeerde verdoving. Hebben de dokters dan een fout gemaakt? Kijk, dit huis is eigendom van de mijn, dus u mag hier 6 maanden blijven en dan. Waar dan smet je ons buiten? Spijt me. Huh? Spijt me, dat is het reglement. Da piglia e balisce che abbiamo quando si muove, non te va. Vai, piglia. Papà, te fa cacciare così. La miniera hanno addunata, la miniera hanno cacciato. Ma la colpa è dille. E allora, che potremmo fare un processo? Solo in legge sua. Non sono fatte per i cristiani come noi. Ne torniamo al paese. Oi, pa. Questa è la casa mia. Sono stata più caca all'Italia. Se torniamo alla Calabria, sono forestiera. Oh, figlia. Mi dispiace. Ti avessi voluto dare una vita che meglio, chissà. Allo paese almeno posso aprire una forgia, posso faticare sul tuo padrone. Caso solo non mi è nomato.
Io vado a lavorare in taminera. Mai. Uno o due anni. E dava pigli e balice, va? Hai faticato tutto sto tempo per niente. Tutto che so per niente, per niente, per niente. Stamoc. Tutto che so per niente. $28,000? Godverdomme. Wat moet ik daarmee? Gewoon bijhouden. Terug die het kind terugkopen. Allee, pa. Betty, van de platenwinkel, heeft dringend nieuwe singles nodig. Ze is helemaal uitverkocht. Ze is al gaan horen bij Somers in de Welvaart. Ook uitverkocht. Heeft er zelfs bij besteld. Somers van de Welvaart? Echt? Echt. Di Marie. Tutto re, lo conosco. Ma lei non vuole sapere di amore. Ok, fermo un pochetto. Ja? Ok. Ja, ik zou graag nog 500 singles erbij hebben. Maar ik zou meneer Bruno moeten... 5000 stuks, zeg maar dat in orde is. Ah, kleine, zeg, ze willen Marina overal, hè? In Holland, in Frankrijk, zelfs tot in New York. Ben New York? Ik weet niet hoeveel dozen kaarsen dat jij in de fik hebt gestoken, maar uw mirakel is aan het gebeuren. Is het nu 8:00 s'avonds. Tijd om rechtstreeks over te schakelen naar de Carnegie Hall. Ladies and gentlemen, best friend of all Italian immigrants, and tomorrow also your best friend, here is Rocco Granata! Go
Good evening. Buonasera, ladies and gentlemen. I'm really happy to be here for the first prima volta in New York. Ida, ci sono le vicini, mannaggia tia. I want to dedicate this concert to somebody really, really special. Ciao, papà. Una volta tu mi hai detto che da tutti hanno davvero un sogno. Se io su qua, a questo momento, è per te. È solo per te. Grazie, papà. Grazie per tutto. Non fu inutile. Ti voglio bene. E te stimo assai. Grazie, papà. Ciao. Saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Sposa, oh mia bella amore.